Geachte aanwezigen, van harte welkom in de raadscommissievergadering van 9 april. We hebben een hele nieuwe setting. Van harte welkom alle nieuwe raadscommissieleden in de nieuwe rol die ze vanaf vandaag gaan vervullen. Aan de collegetafel zitten nog de oude collegeleden, maar ook raadsleden. Dat is een beetje dubbel, maar dat is ingegeven door de situatie zoals die hier is. Van harte welkom op de tribune, westtribune. De kijkers en luisteraars die thuis met ons meeluisteren. We gaan ervan uit dat nu het geluid werkt en dat de opname ook werkt. Vandaar dat we nu met enige vertraging van 3 minuten van start gaan. Ik wil de nieuwe commissieleden en ook de oude commissieleden vragen om via de voorzitter het woord te voeren. Zodra u het woord van mij krijgt, mag u daarop reageren. Dat kunt u door de knop bij de microfoon in te drukken. Volgens mij is het wel een beetje bekend. En dan krijgt u de spreektijd aangereikt. We hebben afwezigen. Meneer Kleine Koerkamp van Gemeentebelangen is afwezig. Meneer Schrijver van D66 is afwezig en wordt vervangen door meneer Smalbraak, commissielid van D66. Van harte welkom. Meneer Jutten neemt plaats op zijn oude vertrouwde plekje min of meer. Maar als commissie... Oh, een plekje verschoven. Als commissielid. En meneer Kouwen is aanwezig, zit helemaal aan de andere kant. Ook voor mij een vreemde blik aan die kant. In verband met meneer Uitslag die aan de collegetafel zit. Volgens mij heb ik dan de afwezigen gehad. Mevrouw Kappert mis ik nog. Helaas ziek. We wensen haar beterschap. En daarmee heb ik de opening gehad. En wil ik over naar agenda punt 2. En dat is het spreekrecht burgers. Aangemeld zijn Remco Kemering van de Beko over de verklaring van geen bedenkingen van het project Slingerdaal. En meneer Job Brouwers zal zo nodig aanvullen, assisteren, dan wel bijstaan. Eveneens over dezelfde verklaring van geen bedenkingen over Slingerdaal. Mag ik u uitnodigen achter het katheter plaats te nemen, de knop van de microfoon in te drukken en dan bent u in beeld. En dan krijgt u ook het woord. U heeft 5 minuten. Ik zal gaandeweg de 5 minuten aangeven wanneer het bijna zover is. En dan vraag ik u om af te ronden. En zo nodig kan dan uw collega aanvullen. Duidelijk. En als u dan wilt blijven staan voor het eventueel vragen beantwoorden van de commissieleden. Ja. Aan u het woord. Geachte gemeenteraad, graag spreken wij als ondernemers onze grote zorgen uit over het project Slingerdaal, welke de gemoederen, in ieder geval zeer zeker onze gemoederen, al 2,5 jaar bezighoudt. U heeft allen onze brief gehad als reactie op het conceptbesluit zienswijze Slingerdaal, waarin wij onze standpunten en zorgen nogmaals uiten. Kern van onze zorg is positionering van de meest kwetsbare groep bewoners, de senioren, vlak naast het industrieterrein en onze bedrijven. Niet voor niets is de rest van het industrieterrein omgeven door categorie 2 wonen en werken, dit om een rust- en opvangbufferzone te creëren. Het feit dat de doelgroep, ook de intensiteit van de bewoning, 57 appartementen en een circa 100 aantal bewoners, is vele malen groter dan als het een normale bebouwing zou zijn of een categorie 2 wonen-werken situatie. Ook deze doelgroep zal het grootste gedeelte van de dag thuis zijn en de appartementen worden verkocht en verhuurd met de slagzin: geniet van de rust, ruimte en comfort, een rijkdom binnen handbereik. Dat maakt dat wij denken dat het risico op klachten naar onze bedrijven toe groot is als dit concept wordt gepositioneerd naast onze bedrijven. Wij hebben niet voor niks allebei een milieucategorie, te weten categorie 3.1 voor de Beko en 3.2 voor Classic Job. Geluid is een beleving, dus kan ook als wij binnen onze vergunning werken, zich opereren, kan het als overlast ervaren worden. Wij als jonge ondernemers willen graag nog vele jaren in de gemeente Dalfsen ondernemen. Beide bedrijven hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd en zijn ook groeiende. Voorbeelden van procedures gevoerd door particulieren
tegen bedrijven zijn alom bekend. Ook in onze eigen gemeente, even één aanhalende, de slagerij Broekhuizen, is ook toch redelijk actueel. Waardoor toch bedrijven beperkt worden in hun huidige en of toekomstige bedrijfsvoering. Dit is onze grote zorg en dat willen wij ten alle tijde voorkomen. In de afgelopen 2,5 jaar hebben wij ons altijd constructief opgesteld en zijn vele gesprekken gevoerd. In het begin vooral met de gemeente en de wethouder. Ook is er eigenlijk een overeenstemming bereikt tussen de bedrijven, de gemeente en de verhuurder, SAOW. Echter, eind september moesten wij helaas wederom via de media vernemen dat de helft van de appartementen voor verkoop zouden gaan. Zeer teleurstellend, dit omdat de communicatie, informatie vanuit de gemeente toch op zijn zachtst gezegd niet bepaald de schoonheidsprijs heeft verdiend die afgelopen toen 2 jaar. Ons inziens is er een groot verschil omdat afspraken zijn gemaakt met verhuurder, SAOW, maar niet met toekomstige kopers en of een eventuele VV. Wederom zijn wij daarna het gesprek aangegaan, nu met de verhuurder, verkoper, SAOW, projectontwikkelaar, Kuiper Arnhem en investeerder Estea. Alle voorstellen die sindsdien zijn gemaakt om tot een constructieve oplossing te komen, komen van onze kant. Ook de daarmee gemoeide kosten hebben wij betaald. Ondanks meerdere beloftes en toezeggingen voor een tegenvoorstel hebben wij tot op de dag van vandaag niets ontvangen van SAOW en of Estea. Overeenstemming over een kettingbeding in het verkoopcontract leek nabij, maar is eind vorig jaar door Estea getorpedeerd. Deze heeft de bal weer bij de wethouder gelegd om te gaan bemiddelen. Naast 2 gesprekken die wij hebben gevoerd met wethouder Schuurman en enkele ambtenaren, is er verder sindsdien niets meer gebeurd en zijn we in een passtelling beland. Hierop hebben wij besloten een gesprek aan te willen vragen met de burgemeester, om onze zorgen hieromtrent te bespreken. Tot onze grote spijt wou deze niet met ons in gesprek. Wat ons betreft staan wij nog steeds open voor een constructieve oplossing die ons voldoende zekerheden geeft. Maar omdat wij al 5 maanden op een tegenvoorstel wachten van de projectontwikkelaar en ons vanuit de gemeente is beloofd ons tijdig en volledig te informeren over het hoe en wanneer onze zienswijze in behandeling zou worden genomen, is het vertrouwen nu wel tot ver onder nul gedaald. Op 22 maart was namelijk de agenda bekend van vanavond en op de avond van 4 april vernemen wij via andere weg dat onze zienswijze vanavond behandeld zal worden. Wederom geen tijdige en volledige communicatie en informatie vanuit de gemeente. 5 minuten zijn bijna om. 5 regels. Wij vragen u als raad om niet akkoord te gaan met de verklaring van geen bedenkingen project Slingerdaal en om het college op te dragen een afdoende private rechtelijke bescherming naar bijvoorbeeld analogie Schiphol woningbouw te bewerkstelligen. Betere oplossing is wellicht ook al geopperd door het college en dat is het vinden van een betere, geschiktere locatie elders in de gemeente. Dat was het. Dank u wel, meneer Kennering. Voor uw betoog. Meneer Veldhuis van de VVD heeft een vraag aan u. Ja, dank u voorzitter. Ik heb eigenlijk 2 vragen aan u. Misschien kunt u daar, weet u dat zo. Hoe ver komt Slingerdaal bij uw bedrijven vandaan te staan? Wat is de afstand ertussen? Voor mijn bedrijf is de kortste afstand gevel tot gevel 54 meter. 54 meter. En u heeft de hoogste milieucategorie, hè? Dus, Wij hebben categorie 3.2. Ja. En daar staat 100 meter voor? Daar staat in de richtlijnen staat daar 100 meter voor. Oké. Okay. En een andere vraag die ik heb, als dat mag, voorzitter. Ik had het idee dat de toenmalige wethouder hier in de raad, heeft hij op een bepaald moment toen het behandeld werd, heeft hij gesteld van, ja, ik heb gesproken met de ondernemers en we zijn er nu, op dit moment zijn we eruit. En daarmee is het toen ook in de raad gekomen. Maar als ik uw verhaal beluister, was dat dan niet zo of is dat later gebeurd? Nou, we zijn, ik denk in september zo'n beetje, vorig jaar. Ja. Ja. Daar was het project op dat moment volledig huren. En toen waren we nagenoeg rond. En dan zouden we de puntjes op de i zetten. Alleen toen kwamen we erachter, via andere wegen, weer niet via gemeente, dat er een deel van het één deelgebouw volledig naar koop ging. En dat heeft alles eigenlijk weer tot andere zienswijzes gebracht. Maar ook vooral omdat de afspraken waren gemaakt als zijnde verhuur, volledige verhuur. En de afspraken waren gemaakt tussen verhuurder, wij als bedrijven en gemeente. Als daar koop bij komt, dan hebben we met hele andere partijen te maken. Een VVE, enkele entiteiten, mensen waar geen afspraken mee gemaakt zijn. Wij willen dus die afspraken toevoegen door middel van een kettingbeding.
En daar zijn we mee begonnen om al die afspraken te maken. Echter, we waren dicht bij een consensus, een oplossing. Alleen op het, net voor kerst en oud en nieuw is dat eigenlijk getorpedeerd. En zijn we eigenlijk 2 jaar terug in de tijd gezet qua onderhandelingspositie. Ja. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Veldhuis, voldoende. Meneer Broer, Partij van de Arbeid, heeft ook nog vragen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ga even door op het laatste, de privaatrechtelijke overeenkomst die u eigenlijk zou willen zien, hè, want dat is eigenlijk toch kettingbeding. U zegt deze is getorpedeerd. Heeft u enige, weet u waarom? Wat heeft u enige... Daar wil ik wat over zeggen. Wij hebben altijd gesproken met SAOW, en dat is toch een beetje onderaan de ketting. Beslissingen moesten altijd naar boven toe gecommuniceerd worden. En wij zaten daar met onze dure advocaten en er werd niks besloten. En het moest maar weer teruggekoppeld worden en we hoorden nooit wat. Toen hebben we eigenlijk gezegd, we willen nu aan tafel met een besluit, beslissingsbevoegde, die zijn gaan zitten. En dat was geen prettig gesprek. Het hele constructieve was er wel binnen 5 minuten af. Zij kwamen ook eigenlijk terug destijds aan tafel van wat er gebeurd is in het verleden. Dat is een partij die later is aangehaakt. Zij zijn in augustus pas aangehaakt, omdat de eerste investeerder was gestopt. Gestopt, afgehaakt, dat is ons niet bekend. Dank u wel voor de beantwoording. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel. U hebt eind vorig jaar vernomen dat een deel van de appartementen veranderd was van huur naar koop. Daar gaat ook dat kettingbeding onder andere over. Maar inmiddels staat in de stukken dat het weer 100% huur zou gaan worden. Hebt u daar kennis van en beïnvloedt dat uw zienswijze? We hebben dat beïnvloed, dat kan de zienswijze beïnvloeden. Alleen tot op heden hebben wij dat niet concreet op papier staan. We hebben er eigenlijk nog een voorwaarde aan verbonden. Die mail is ons gestuurd, inderdaad. En die toezegging is... informeel telefonisch ook gedaan. Het vertrouwen was inmiddels toch ver te zoeken. Dus we hebben wel gevraagd om wat meer garanties. We hebben ook gezegd, mochten we dit op de juiste manier op papier krijgen en het ook goed de zekerheden naar ons toe dat er dus niet binnen een maand een BV'tje wordt opgeblazen en dat het verkocht wordt, et cetera, dan trekken wij de zienswijze in. Maar het bord staat er nog te koop. Je kan nog een folder op vragen. Funda staat nog aan. Daar komt als een nieuw Google. Daar is daar nul blijk van dat daar ook maar enige intentie zit om dat daadwerkelijk ook voor de lange termijn zo te doen. Ja. Voldoende, meneer Nijkamp. Dank u wel. Links van mij nog vragen? Er geen vragen, dan wil ik u danken voor uw inbreng. Ik kan nog één vraag. Neem u kwalijk, meneer Raamaker. U gaf aan, een constructieve houding is nog steeds aanwezig. Dus als er tussen nu en de raadsvergadering nog wat kan veranderen, dan kunnen de problemen zo opgelost zijn. Altijd. Dank u. Dank u wel voor uw inbreng. Okay. En we gaan er het straks over hebben. Dat wat betreft de insprekers van vanavond... En daarmee is agenda punt 2 afgerond en wil ik over naar het vaststellen van de agenda. En die ligt voor, verklaring van geen bedenkingen. Daarna de aanpassing garantstelling Dalsen stroomt. En de sluiting. Zijn er bezwaren tegen om het zo te behandelen? Nee, dan gaan we het zo doen. En wil ik over naar agenda punt 4. Portefeuillehouder is meneer Schuurman. Nee, dat is niet meneer Roemers. Collega. Meneer Roemers. De heer Van Rooyen. Goedenavond, mijn naam is Johan van Rooyen. Meneer Van Rooyen, van harte welkom. Ik leid even in. In maart 2017 heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de bouw van 57 woonzorgappartementen in het plangebied Oosterdalsen. En die is bekend onder de naam Slingerdaal. In september 2017 is door het college een ontwerpbesluit genomen voor de omgevingsvergunning. Tegen dit ontwerpbesluit is door 2 bedrijven een zienswijze ingediend. Daar hebben we net van gehoord. In de raadscommissie van februari 2018 heeft het college u geïnformeerd over het woonzorgconcept van SAOW, en dat is samen aangenaam ouder worden. En in de raadsvergadering van 19 februari is een motie ingediend door de ChristenUnie, Partij van de Arbeid en de VVD, waarin het college is verzocht om nog niet tot uitvoering over te gaan. Er is besloten om de motie aan te houden totdat het college een nieuw voorstel ter besluitvorming aanbiedt. En het college heeft nu een voorstel aangeboden en stelt voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van 57 appartementen.
En dat noemen we het project Slingerdaal. En daarmee wil ik het voorstel zoals het nu ligt behandelen in twee ronden. Dat betekent dat we in de informatieve ronde vragen kunnen stellen. Dan zal ik het woord geven aan de wethouder, het college, voor de beantwoording. En dan hoor ik daarna graag de opinie per fractie. En zal daarna proberen samen te vatten, zodat we weten of we het in de raadsvergadering kunnen behandelen. En hoe dan? Wie kan ik het woord geven voor de vragen? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, ik heb een zevental vragen. En er zijn er wel veel, maar ik denk wel even belangrijk om ze neer te zetten hier zo. Alle mogelijke zorg kan weliswaar nog steeds afgenomen worden als ik stukken goed lees. Maar dat hoeft dus zeker niet. Klopt het dat het in de residentie Slingerdaal nu mogelijk is dat er mensen gaan wonen met geen of minimale zorgbehoeften? Oftewel, kan ik op dit moment een appartement daar afnemen als ik zou willen? Stel dat de omzetting van huur naar koop en andersom niet relevant is en daarom geen onderdeel uitmaakt van de ontwerpverklaring. Kan dit betekenen dat de aanvrager van dit project in de toekomst alsnog kan besluiten wederom koopappartementen aan te bieden? Als we akkoord gaan met deze ontwerpverklaring, hoe zeker zijn we er dan van dat in de nabije toekomst er alsnog geen appartementen in de verkoop gaan? Ondanks dat u stelt dat de belangen van de Beko en Classic Job in voldoende mate zijn gewaarborgd, is het mogelijk dat omwonenden privaatrechtelijk toch hun gelijk gaan krijgen. We hoorden het net bij de insprekers ook al, noemen. Hier in Dalsen hebben we dat gezien met slagerij Broekhuizen. Hoe ziet u deze waarborg waar u het over heeft? Dit zeker in het licht van wat er gebeurd is bij slagerij Broekhuizen. Het bevreemdt mij dat de gemeente zegt geen partij te zijn in het wel en niet opnemen van kettingbeding. Is dit nou werkelijk onmogelijk? En zo ja, hoe kan het dan dat het opnemen van kettingbeding in overeenkomsten van potentiële bewoners rondom Schiphol wel mogelijk is? Dus waarom zou dat hier niet kunnen? De gemeente stelt dat ze geen nadelige gevolgen ziet voor de toekomstige bedrijfsvoering van beide bedrijven. En ook stelt ze een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen voor de toekomstige bewoners. Hoe denkt de gemeente feitelijk gezien deze garanties richting bedrijven en bewoners te kunnen garanderen? Want stelt u zich nou eens voor dat het geluidsscherm wat er geplaatst gaat worden niet afdoende blijkt te zijn. Wat dan? Nou, dan heb ik nog een paar kleine vraagjes. Zijn er al appartementen verkocht? En als laatste vraag, als de richtafstanden groter zijn dan de locatie van Slingerdaal, waarom wijkt u hier dan toch van af? Tot zover mijn vragen, voorzitter. Dank u wel. Inderdaad, een aantal. Maar zal verheldering moeten bieden. Nog meer vragen? Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen ook vanuit de CDA-fractie. Het is meer dan vervelend omdat de gesprekken met de bedrijven uiteindelijk niet hebben geleid tot intrek van de zienswijze. Dat hadden we als CDA-fractie graag anders gezien. In februari en bij eerdere behandelingen leefden we eigenlijk in de overtuiging dat het wel goed zou komen. Dat hadden we ook vertrouwen in. Maar hoe zijn de gesprekken met ondernemers verlopen volgens de wethouder? Hoe kijkt u daarnaar? En kunt u zich verplaatsen in de ingebrachte bezwaren? Tweede vraag. Kan de wethouder nogmaals bevestigen dat deze bedrijven, hè, zoals ook in de stukken staat, op geen enkele wijze kunnen worden beperkt in hun bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst? Hè, dus als er zo lang volgens de vergunning wordt gewerkt, hoeven zij dan niet te vrezen voor klachten en wat daaruit volgt? Ik hoor dat graag. Derde vraag. In de extra onderbouwing van de initiatiefnemers ten aanzien van de zorg, lezen we dat die zorg flexibel is, oftewel alles is mogelijk. Lees het wel goed als we stellen dat het minimale zorgpakket van €100 per maand, dat in ieder geval voor de komende 10 jaar gegarandeerd is. Vierde vraag. We lezen ook dat de verwachting is dat bewoners minder snel naar het weemogelijkheid van de gemeente zullen gaan, omdat die voorzieningen in de woningen reeds aanwezig zijn. Tegelijkertijd zullen door dit initiatief waarschijnlijk extra senioren in Dalsen woonachtig zijn. Kan de wethouder op enige wijze inschatten hoe deze plussen en minnen uit gaan pakken voor de begroting van de gemeente op het gebied van zorg? Tot zover onze vragen. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broer, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, voor een deel zijn de vragen al een beetje gesteld, maar ik ga ze toch wel stellen, want ik denk dat ik ze misschien net op een andere manier inbreng.
In het raadsvoorstel staat dat het zorgconcept niet is gewijzigd ten opzichte van 2015. Letterlijke tekst. Vervolgens lezen we in de volgende regel: het verschil met het conceptplan uit 2015 is dat mensen nu kunnen kiezen uit verschillende zorgpakketten. Volgens mij is dat een verschil. Dus ik begreep niet zo goed hoe ik dat moet duiden. Dus graag daar een inzicht in. Dan de tweede vraag. Op verzoek van geïnteresseerden kan er van voelzorg naar maatwerk gegaan worden. Op verzoek van geïnteresseerden, zet ik even tussen aanhalingstekens. In hoeverre is dit een signaal dat er eigenlijk een behoefte is aan goedkopere woon-zorgcombinaties, in plaats van de duurdere zoals die hier in dit project wordt opgeleverd? En de vraag die daarachter zit wat mij betreft is: voldoet dit concept daarom wel aan de vraag die er in onze gemeenschap leeft? Dan de derde vraag. In hoeverre, nou, hij is eigenlijk al een beetje beantwoord net door de insprekers, maar ik ga hem toch even stellen. Want ik ben ook wel benieuwd hoe het college haar best heeft gedaan om die ontwikkelaar te overhalen. Want ik snap dat de gemeente geen partij is formeel, hè, als het gaat om privaatrechtelijke afspraak tussen ontwikkelaar en omwonenden. Klopt, helemaal, juridisch gezien. Maar procesmatig ben ik toch wel benieuwd naar de rol die de gemeente voor zichzelf daarin ziet en ook hoe zij die tot nu toe genomen heeft. En een andere die ik ook wel belangrijk vind in deze is dat we hier nu 57, als ik het goed zeg, vrij dure woningen neerzetten. We hebben in de afgelopen periode heel veel over een 50-50 regel gesproken in onze gemeente. Dat betekent dat voor elke dure huurwoning er ook een sociale huurwoning terugkomt. Ik ben ook wel heel erg benieuwd waar we die neer gaan zetten de komende jaren. Want het moet in hetzelfde tijdvak ongeveer gebeuren. Laatste vraag, afsluitend. En dat vind ik toch wel eerlijk gezegd een beetje een pijnlijke. Dat gaat om de communicatie. Ik hoor nu twee insprekers over de communicatie tussen ondernemers en gemeente. En zacht gezegd hoor ik daar toch weer een aantal dingen waarvan ik denk niet weer. Dit hebben we toch echt de afgelopen periode een aantal keer gehad. Ik ga niet al die gevallen bij langs. Maar ik zou graag een visie van de wethouder zien van ja, hoe is dat nou gelopen en hoe kunnen we dat voor de toekomst voorkomen. Dat zijn onze vragen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Smalbraak, D66. Dank u wel, voorzitter. Wij horen dat de beide heren er constructief in zitten. Dat is mooi. Maar dat is voor nu, als ik het goed proef en voel. Wat nu als dat niet zo is en er straks geprocedeerd gaat worden? Hoe schatten we dan de afloop daarvan in? Want we wijken toch behoorlijk af van de richtlijn. Dus de vraag is, hoe schatten we de kans in dat we een eventuele procedure wel kunnen halen, ja of nee? Dank u wel, meneer Smalbraak. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de gemeente heeft als taak zorgvuldig te beoordelen van alle aanvragen die binnenkomt. En zo ook van de Slingendaal. Dus mijn eerste vraag is, voldoet deze aanvraag aan de wet en regelgeving? En de tweede vraag is, is het project nu volledig huur? Want de bezwaarmakers die gaven daar ook aan in de brief. En hoe zwart op wit is dit? En voldoet de afscherming zodanig dat de bestaande bedrijven geen hinder ondervinden? Is er extra zorg voor die maatregelen die genoemd worden om die bedrijven van de overlast te beschermen? En ik denk een goed voorbeeld is, want net werd slagerij Broekhuizen genoemd. Dat is een andere bezwaar dan dit, denk ik. Want die rookt vlees. Jullie zijn geen rokers. Maar ik denk het goede voorbeeld is, bij de kaasfabriek. En daar staat nu een hele goede afscherming. Nou, vroeger kon je de vrachtwagens horen. En ik woon zelf ook aan de Wilhelminastraat en ik hoor geen vrachtwagen meer. Dus hoe is die garantie gegarandeerd dat ze geen overlast ondervinden? En de volgende vraag is, als het college die omgevingsvisie afgeeft, dan is er zeker nog beroep mogelijk. Dus dat heb ik begrepen en gelezen, maar daar wil ik even een zwart op wit hebben. En gaat de exploitant SAOW nog in gesprek met die bezwaarmakers de komende 14 dagen tot de raadsvergadering om tot een constructieve oplossing te komen? Dat zijn mijn vragen. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Slingendaal is niet een gemakkelijk dossier. Hier zou je als raad of als raadscommissie een ander onderwerp als eerste wensen. Maar goed, we hebben het ermee te doen. We hebben een aantal vragen, voor deel zijn ze ook al gesteld, maar ik noteer ze dan toch nog een keer. In het voorstel is aangegeven dat de mate van zorg niet is aangepast sinds 2015.
En onze vraag is heel concreet, geldt dit ook voor de infrastructurele en bouwkundige zaken die in de brochure 2015 expliciet zijn benoemd? Kan de wethouder garanderen dat deze voorzieningen ook daadwerkelijk in al die appartementen straks aanwezig zijn? En op welke wijze zijn dan deze toezeggingen vastgelegd? En kan de gemeente de initiatiefnemers verplichten dit te realiseren? Tweede punt gaat over de ondernemers. In welke mate hebben de ondernemers wel degelijk een punt dat misschien dan publiekrechtelijk het een en ander wel lijkt afgedicht, maar dat de praktijk leert dat er civielrechtelijk nog allerlei haken en ogen aan zitten die hun bedrijfsvoering mogelijk kan schaden. Wat is hierin de verantwoordelijkheid van de gemeente? En dit raakt ook de reactienota van de zienswijze, of op de zienswijze. Het derde punt is het college van oordeel dat er met deze luxe huurappartementen terecht voor de regio wordt gebouwd. Zijn ze echt zo bijzonder dat we zeggen van nou, regio, kom maar naar Dalfsen toe. Dit is echt zo bijzonder, daar kun je gaan wonen. Zeker ook dat we nu mogelijk een achterstand hebben in de sociale huur. Hoe verhoudt zich dit ook ten aanzien van de woonvisie van onze gemeente? En over de communicatie hebben een aantal anderen al duidelijk gesproken. We sluiten ons daar graag bij die vraag aan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Nijkamp. En ik geef u gelijk. Ik was liever gestart met een ander onderwerp. Maar het is niet anders. En ik geef meneer Schuurman het woord. Er zijn veel vragen gesteld. En u heeft een informant bij u voor de technische inhoud mogelijk. Zo mogelijk. Ik geef u het woord voor de beantwoording. Dank u wel, voorzitter. Heel wat vragen mogen opschrijven. En het lijkt mij goed om even te beginnen met de zorgcomponent. De heer Broeren geeft aan dat deze is aangepast. Ja, hij is aangepast. Hij is nu in delen af te nemen. Wat is de gedachte erbij in de informatievragen die de initiatiefnemer kreeg, bleek dat een flink aantal mensen niet de behoefte had aan het volledige pakket aan zorg, wel de behoefte had aan een luxe ouderenappartement, dus met alle voorzieningen erin, maar zegt van ja, ik ben nu nog kerngezond, ik vind het wel heel veel geld om die hoge kosten in één keer te betalen. Van daaruit heeft men bedacht dat men het ging aanpassen van één optie naar meerdere opties. Dat kun je uitleggen dat het een versobering is, omdat niet meer alles wordt geboden. Aan de andere kant, we vragen tegenwoordig ook om maatwerk. En alle zorg die geboden werd in 2015 kan nog steeds worden afgenomen. Dus het is ja, te regelen. Zijn er veranderingen geweest in het concept? En dat is een vraag van de heer Nijkamp. De tijd is gevorderd. In het oorspronkelijke voorstel had men het bijvoorbeeld over valbeveiliging. Dat waren dan lussen die werden ingebouwd in de grond. Ondertussen zijn er technologische mogelijkheden waarbij mensen bijvoorbeeld een armbandje omkrijgen en dat het direct te zien is op afstand en het wordt uitgelezen als er iemand valt. Dus misschien nog wel een betere beveiliging dan die lussen in de grond en tegen lagere kosten. SHW heeft ons aangegeven dat alle bouwkundige maatregelen die genomen moeten worden, dat men die nog steeds zal nemen. Alleen als technieken achterhaald zijn, dan zullen ze vervangen worden door nieuwe technieken. Is er recht om bij de gemeente aan te kloppen voor WMO? Ja, dat recht is er. Het zit wel in de pakketten, alleen we kunnen als gemeente Dalfsen, en dat kan geen enkele gemeente, niemand verbieden om een aanvraag te doen voor WMO. Dus hoe zich dat gaat ontwikkelen, ja, dat valt niet in te schatten. Het is niet te zeggen dat we daarin kunnen zeggen van dat gaat de gemeente zoveel kosten in het jaar 2035. Die mogelijkheid is er niet. Uh,
SNOW, dan kom je eigenlijk een beetje meer op het gebied van de hoe het traject is gelopen de afgelopen maanden. We zijn 2 keren in gesprek geweest met de bedrijven in de omgeving. We hebben een flink aantal gesprekken gehad met de initiatiefnemers. Dat zijn er een stuk meer geweest dan 2. Om te kijken hoe we deze partijen bij elkaar konden krijgen. En het woord padstelling is denk ik daarin wel een goede. Men is niet tot overeenstemming gekomen. De uitleg die SHOW hiervoor heeft gegeven, die zal ik aangeven omdat zij hier vanavond niet bij aanwezig zijn, hoe wij de uitleg hebben gekregen. SHOW is de aanbieder van het zorgconcept. En Estea is de financier die hier achter zit, de beleggingsinstantie. Beleggers die hun geld stoppen in onroerend goed, willen graag zoveel mogelijk de vrijheid hebben om uit een bepaald project te stappen als bijvoorbeeld de woningmarkt inzakt. Op het moment dat er beperkende voorwaarden zitten op de verkoopbaarheid van een onroerend goed, dan heeft dat gevolgen voor de waarde van het pand. En daarin zit dus dat er is dan niet meer te financieren en de REC zit er niet in. Dus SAOW heeft een afspraak met Estea om het pand de komende 10 jaar te huren, zorg af te nemen. Alleen, ja, het kan ondertussen verkocht worden. En er ligt dus geen garantie op dat dit niet gaat gebeuren. Het kan zo zijn, theoretisch, dat het dus wordt verkocht aan een andere beleggingsinstantie, een pensioenfonds. Maar het zou ook kunnen dat men ergens een keer gaat besluiten om het individueel te verkopen. Wij kunnen dat niet voorkomen. Dat zit daar helaas niet in. De vraag over de communicatie van de gemeente. De agendacommissie heeft eind maart besloten om dit aan te geven. Wij hebben bij de indieners van de zienswijze wel aangegeven dat het stuk behandeld zou worden in april. Alleen de exacte datum was bij ons nog niet bekend. De behandelend ambtenaar had een week griep, heeft naar de zaak gebeld op die woensdag tot een 2 keer toe en de mensen niet te pakken gekregen. Was het beter geweest om het mobiele nummer te vragen en rechtstreeks te bellen naar de eigenaar? Ja, achteraf, ik kan niet anders zeggen. En ik begrijp ook dat men hier nu hierop ageert. Dus ja, heeft een aandachtspunt. Er is wel vanuit de gemeente aangegeven dat het in april behandeld zou worden. In persoonlijke gesprekken. Er is gebeld naar de zaak. Mensen waren op dat ogenblik niet aan de zaak aanwezig. Aangegeven dat het teruggebeld zou worden in een nieuwe poging. En dat was 4 april. En op 5 april is de stukken zijn per mail aangeleverd. Dus dat is. Maar ik ben het ermee eens. Bellen op een mobiel nummer en rechtstreeks naar een indiener van de zienswijze was beter geweest. Even een globaal gedeelte gegeven. Het basispakket is verplicht. Dus dat is de vraag van de VVD, die 100 euro. Maar zonder is in principe dus niet mogelijk. De prijs daarvan, die zal misschien geïndexeerd worden. Maar ik heb geen inzicht in het feit hoe zich dat gaat ontwikkelen. Indexatie zou ik me voor kunnen stellen. Men heeft ons aangegeven dat men zich voorlopig volledig gaat richten op huur. Dus niet de bedoeling de verkoop. SAOW heeft ook als doel om te verhuren. SAOW wil verhuren. In de zorgcomponent die jullie erbij hebben gekregen, daar staat ook heel duidelijk in dat ze door Nederland heen heel veel van dit soort complexen hebben die ze verhuren. En dat is het werk wat SAOW doet. De afmetingen, 100 meter zoals de standaard is en 50. In een gemengd gebied, zoals dit is, mag er dus deze afstand mag naar 50 meter worden gezet.
Dus het voldoet volledig aan wet en regelgeving wat er hier zit. En 50 meter is de minimale afstand. En we hebben daardoor dus aangegeven dat die geluidswal erbij komt. En dan moet het passen. Het is berekend. Dus het is een passend initiatief. De bedrijven moeten gewoon hun werk kunnen doen, zoals ze nu ook doen. Op het moment dat men een uitbreiding wil doen en het blijft binnen de vergunning, dan moet dat passend zijn. Dus daarin zit er ook geen belemmering in. Die hebben we gehad. Hebben we nog een vraag over het aantal, omdat dit dus een aantal woningen zijn in de duurdere categorie, hoe zich dat verhoudt in het aantal woningen in de lagere categorie. Ja, daarin hebben wij in de woonvisie afspraken gemaakt met Vechthorst. Die bouwt woningen en die zijn redelijk op streek om dat te halen. Er zit wat vertraging in door wat beslissingen die er de afgelopen maanden zijn genomen. Maar de afspraken lijken ze te gaan halen. Dus ze zijn goed op weg. We hebben de procedure dus goed gevolgd. Het is op dit ogenblik volledig huur. Geluidsmeting is gedaan door specialisten. En ja, er is een soort padstelling. En wij hebben bij SAOW dus ook gevraagd te komen tot een oplossing en hebben echt ons best gedaan om daarin een mediatorrol te spelen. Maar ja, ergens zit het een keer vast. Dus hoe men zich de komende twee weken gaat gaan verhouden, ik durf dat niet te zeggen. Daarin ligt het balletje toch bij de initiatiefnemer. Ik ben ongetwijfeld nog een vraag vergeten. Maar ik hoor het graag. Daarvoor wil ik de commissieleden vragen om aan te geven welke vragen nog niet beantwoord zijn. Meneer Veldhuis. Ja, dank u voorzitter. Ik heb twee vragen heb ik gemist. Dat is het verhaal over dat kettingbeding. Mijn vraag was van bevreemd dat de gemeente zegt geen partij te zijn voor het wel en niet opnemen van een kettingbeding. En mijn vraag was, is dit nou werkelijk onmogelijk? En zo ja, hoe kan dat dan dat het opnemen van een kettingbeding in overeenkomsten met potentiële bewoners rond Schiphol wel mogelijk is? Die vraag heb ik nog niet beantwoord gezien. En mijn andere vraag die ik had was van, zijn er al appartementen verkocht? En dan heb ik nog één verduidelijkende vraag, want ik hoor de wethouder een aantal keren zeggen, voorlopig willen ze gaan verhuren, zegt hij op een bepaald moment. En het is op dit moment, op dit ogenblik huur. Ik beluister een beetje, en het kan zijn dat ik dat verkeerd beluister, dat dit een voorlopig situatie is. Of hoe moet ik dit horen? Want ik krijg het idee dat dit een tijdelijke situatie is. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Schuurman. Om met de laatste te beginnen. SAOW is de aanbieder van het zorgconcept. Gaat voor het aanbieden van dat zorgconcept en is volledig van voornemens om een huur aan te bieden. Dat is wat men mij aan heeft. Alleen de belegger die erachter zit, ja, die behoudt zich het recht voor om het te verkopen. Dus SAOW wil verhuren. Die heeft belang bij het wegzetten van het zorgconcept. Een belegger kan door een aparte omstandigheid in de markt komen tot een andere afweging. Dus ik kan mij voorstellen dat het een keer doorverkocht zou worden aan een pensioenfonds of aan een andere beleggingsinstantie of aan een bank. Weet ik dat? Nee. Ik heb geen invloed op de beleggingsbeleid van Estea en kan ook niet uitsluiten dat het individueel uitgepond kan worden. Insteek van SAOW als aanbieder van het zorgconcept is huur. Ik heb niet gehoord dat er op dit ogenblik woningen zijn verkocht. Dus alles
staat wat dat betreft open. En het kettingbeding is iets privaatrechtelijks. En kunnen wij dus niet opnemen. U heeft het over Schiphol en ik moet eerlijk bekennen dat ik de achtergrond, daar heb ik me niet in gelezen. Voorzitter, dat hebben we hebben wij nagekeken. De gemeente Alsmeer heeft destijds kettingbeding willen laten opnemen bij de verkoop van woningen in en rond Schiphol. Misschien goed, daar mag u gerust later op terugkomen deze week, dat u dat antwoord op de ris zet. Maar wat ik zie namelijk is dat dus wel mogelijk is voor een gemeente om dat te doen. Het is uiteindelijk niet doorgegaan bij Alsmeer, vanwege allerlei publieke onrust is dat niet doorgegaan. Maar het was wel de bedoeling dat de gemeente dat ging doen. Dus vandaar misschien goed om daar nog even in te duiken. Als ik nieuwe geluiden hoor die nog niet goed onderzocht zijn, dan vind ik het altijd een heel goed idee om daar naar te kijken. Dus dat gaan we zeker doen. Een verschil wat er wel bij in zit, is dat de gemeente Alsmeer, zoals ik het nu behoor, misschien de verkopende partij was. En in dit geval is SAOW de leverende partij. Dus daar kan een verschil in zitten, maar het lijkt me goed om dat na te zoeken en naar terug te komen. Daarmee heb ik toezegging gehoord, meneer Veldhuis, dat het onderzoek gedaan wordt naar het kettingbeding door gemeente. Meneer Broer, voorzitter, nou, als we toch onderzoeksvragen aan het neerleggen zijn, dan wil ik er wel even eentje aan toevoegen. En dat is die, pak dan gelijk de antispeculatiebeding mee. Want dan, ik denk dat die helemaal toe te passen is. Voor het goede, dat houdt in dat je aan een verkoper meegeeft dat hij hem niet door mag verkopen. Noem maar iets. Of niet mag doorverhuren, of er zijn allerlei varianten op. Maar kijk ernaar. Meneer Schuurman. Ook hierbij zit je weer bij het verschil dat wij dus niet de verkopende partij zijn, maar ik zal ernaar kijken. En daarmee ook een toezegging. Meneer Smalbraak, D66. Tot twee keer toe niet de verkopende partij, maar de grond is toch van de gemeente? Wij verkopen de woningen niet, wij verkopen de grond. Voorzitter, maar dan kan dat kettingbeding of eventueel antispeculatiebeding toch op de verkoop van de grond gezet worden? Ik stel voor dat we dit gewoon even nakijken. Duidelijk. Dat onderzoek is toegezegd, meneer Smalbraak. Meneer Kouwen, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ja, toch nog even ingaan op een vraag die ik had gesteld over de hypothetische situatie dat er klachten komen, geluid, dan wel fijnstof of iets anders. Terwijl er wel wordt gehandeld conform de vergunningen van de bedrijven. Hoe schat u dat dan in, dat zo'n klacht toch kan leiden tot situatie dat het bedrijf zijn activiteiten niet meer dusdanig kan uitvoeren en dat die bedrijfscontinuïteit toch in gevaar komt? We kunnen mensen niet verbieden om een klacht in te dienen. Dus als er een klacht ingediend zal worden, dan zullen we daarop moeten reageren. Een van de redenen waarom we hebben besloten om hierin mee te gaan is omdat we eigenlijk tot nu toe uit de hele omgeving van de bedrijven ook geen klachten hebben ontvangen. En daar zitten dus ook een aantal dingen. Dan komt er natuurlijk wel een andere doelgroep en misschien dat daar ander gedrag uit naar voren komt. Maar ja, we zullen gaan meten dan op dat ogenblik. We zullen dan kijken of het is. Maar een bedrijf wat in categorie 3.1 of 3.2 zit, mag werken zoals die werkt. En daar wordt niet gekeken naar een piek, dan wordt er een langere termijn genomen. Dus ja, klagen kan ik niet voorkomen en dat recht wil ik ook niemand opnemen. Nee, voorzitter, maar zolang er dus voldaan wordt aan de vergunningseisen, dan is er in principe geen knooppunt en dan zal er geen geen gevolg hebben voor de bedrijven, als ik het zo goed hoor. Correct. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Ramaker, ChristenUnie. Ja, wethouder, de burgemeester die was even niet thuis. Misschien bent u nog bereid om de komende 14 dagen om met de burgemeester in gesprek te gaan met de bezwaarmakers. En ook met de SAOW. Om zeg maar de positieve houding die de bezwaarmakers hebben, om toch nog te komen tot een succes daar. Om dat glad te trekken. Bent u daartoe bereid? En ik snap dat u niet de portefeuillehouder, burgemeester Al Noorten, in uw agenda hebt, maar kunt u dat regelen? Ik kan de toezegging voor mezelf doen. Voor de burgemeester kan ik dat niet doen. Ik
zal de uitkomst van deze avond bespreken met SAOW. En kijken wat ik daarmee kan doen. Maar over de agenda van de burgemeester ga ik niks zeggen. De burgemeester schuift net aan. Misschien kunnen u direct ja of nee zeggen. Heer de voorzitter, meneer Raamaker. Meneer Nozen, welkom in ons midden. Dank u wel. Ik vind het een wat merkwaardige vraag. Misschien mag u hem toelichten. Want de wethouder is gewoon verantwoordelijk bestuurlijk. En hij doet dat verder ook uitstekend. Ik heb daar werkelijk geen enkele rol in. En ook geen enkele bevoegdheid. En ik ben ook niet van plan om hem op zijn vingers te tikken. Of om hem te corrigeren. Dus ja, ik wil altijd met iedereen praten. Maar ik ga niets zinnigs zeggen. Laat ik het zo formuleren. Want dat laat ik echt aan de wethouder over. En ik denk dat ook het kader van communicatie echt beter is. Maar als u zegt, burgemeester gaat er toch bij zitten, dan doe ik dat. Dat doe ik altijd, zoals u weet. Lijkt mij een goed plan. Ja, maar nogmaals, ik wil hem wel scherp houden, want ik vind het echt ingewikkeld. Ik merk vaak dat mensen zoiets hebben, ik moet de burgemeester praten, want de burgemeester... Maar zo is het niet. De wethouders zijn verantwoordelijk voor besluiten binnen hun portefeuille. En ik ben dat gewoon echt niet. En ik wil het ook niet zijn. Dank u wel, meneer Noten. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Voorzitter, we hadden gevraagd van of we nou garanties hebben op dit concept. En eigenlijk uit de beantwoording van de wethouder, die probeert ook volgens mij zorgvuldig te formuleren, kun je alleen maar de conclusie trekken dat we eigenlijk geen enkele garantie hebben. Er zijn allerlei stukken, maar die vliegen van links naar rechts. Maar de vraag is van, hebben we nou een garantie? Want blijkbaar hebben we geen garantie over het zorgconcept. Dat kan nog op verschillende manieren worden ingevuld. Het is allemaal optioneel. De verhouding tussen huur en koop. Nou, morgen kan het anders zijn, bij wijze van spreken. Kortom, hoe moeten we dit nou beoordelen? Misschien dat de wethouder daar toch even zometeen inhoudelijk op kan ingaan. En twee, we hebben expliciet gevraagd van, willen we als gemeente Dalfsen nu bouwen voor de regio? Met dit soort luxe appartementen. En ik zou daar graag een ja of een nee op willen horen. Of wat anders, maar in ieder geval dat het helder is hoe we daar nu tegenaan kijken. Althans, hoe het college daar tegenaan kijkt. Meneer Schuurman. Dank u wel. Het zorgconcept, de mate van zorg is wel mogelijk. Dus dat is niet onduidelijk. Het is gewoon wat je afneemt als huurder. Dus... Ik vind dat er eigenlijk meer mogelijk is dan dat er in het verleden was. Als er geen bouwkundige aanpassing, bijvoorbeeld met die valbeveiliging, wordt toegepast, maar er komt een beter technologisch concept wat een hogere garantie nog biedt dan de bouwkundige oplossing, dan vind ik dat een verbetering en niet direct een verslechtering. Dus op het zorggebied is er hetzelfde mogelijk als in het oorspronkelijke aangeboden concept. Alleen, het is maatwerk. Dus besluit je om als vitale ouderen om daar te gaan wonen, dan hoef je niet direct het concept af te nemen van €500, maar dan kies je voor het startconcept van €100. En mocht er na verloop van jaren ergens meer zorg nodig zijn, dan kan je dat aanvullend afnemen. En daar dan even proberen nog wat preciezer in te worden. Wat is dan het verschil met een huurwoning die op 100 meter afstand van deze residentie ligt? Want die kunnen namelijk ook bijna al deze vormen gewoon optioneel afnemen. Wat is nou het cruciale verschil? Dat kan niet bij SAOW. En woningen worden in de kern worden ze gebouwd op het leveren van zorg dichtbij. Dus... als er gekozen wordt op een bepaald ogenblik voor zorg in het appartementencomplex, dan heb je het echt heel dichtbij zitten. Dus natuurlijk, je kan tegenwoordig overal zorg inkopen. Alleen dit is een concept zoals het wordt aangeboden. Een andere beantwoording over de regio. De regio, dat is afwachten. Ik weet niet wie zich aan gaat melden voor dit concept. Dat mogen wat mij betreft allemaal Dalfsenaren zijn, maar het wordt aangeboden. Dus als er iemand uit de regio komt, dan bestaat ook de kans dat die hier gaat komen.
Voorzitter. De kans is groot dat het over de regio gaat. In het collegevoorstel wordt expliciet melding gemaakt van we bouwen niet alleen voor de plaatselijke bevolking, maar ook voor de regio als een argument om dit te doen. Ja. Dus is de vraag van, willen we dat wel? Dat is met het besluit van dit voorstel is dat dus zo. Dat we dus kiezen voor de regio. Maar ik heb geen grip op... Is dat een bewuste keuze van het college? Dat is op dat ogenblik een bewuste keuze geweest. Mevrouw van Akten. Dank u wel, meneer Schuurman, voor de beantwoording. Meneer Broeren, de laatste. Ja, voorzitter, nog even een aanvullende, of eigenlijk doorgaan op de eerste vraag die net gesteld werd. Want begrijp ik het nou goed dat er dus bouwkundig gezien eigenlijk helemaal geen enkele afwijking is ten opzichte van een gewone huurwoning? Nee, dat is niet waar. Ik heb even een voorbeeld aangehaald. Dus ze worden gewoon WMO-proef geleverd. Alleen er zijn bepaalde onderdelen waar men dus er iets uit heeft gehaald om het op een nieuwe, betere manier te kunnen doen. Maar de woningen zijn waar ze bouwkundig WMO-proef gemaakt moeten zijn, zijn ze WMO-proef. Dank u wel voor de beantwoording. Uitgebreide beantwoording. Ik wil graag uw opinie horen. Wie kan ik het woord geven als eerste? Meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Want het is nog wel even het verwerken van de antwoorden die gegeven zijn. Ik begon net al met de vragen, want het is een lastig dossier om af te wegen van hoe je hier nou in zit. Want de centrale vraag is, van voldoet het plan nou in voldoende mate aan het in 2015 voorgestelde plan? Een plan waarvoor we destijds de bereidheid hadden om de oorspronkelijke bestemming van wonen en werken zo mogelijk op te geven, omdat het een heel uniek concept was. Dat is in ieder geval onze beleving geweest altijd. En gaandeweg de ontwikkeling van dit dossier krijgen we steeds meer de indruk dat het een, mag ik het dan zo zeggen, een gewoon vastgoedproject aan het worden is. En dan komt vervolgens de vraag, zit er voldoende plus op om dit te rechtvaardigen? En dan rechtvaardigen in de zin van offeren we dan de oorspronkelijke bestemming op? En de vraag die er ook nog wel achter zit, accepteren we het risico, wat extra risico wat ondernemers gaan ondervinden? Want dan kun je het publiekrechtelijk misschien hebben afgedicht. Maar er zijn natuurlijk plenty voorbeelden waarin blijkt dat het privaatrechtelijk nog allerlei wegen zijn waar ondernemers echt last van kunnen krijgen. Dus deze ondernemers kunnen daar ook echt last van krijgen. Het blijft een lastige afweging. Ten meer ook omdat het dossier door de initiatiefnemers telkens wordt voorzien van een slingerbeweging. In de communicatie is het de ene keer links en de andere keer rechts en daarna zitten we weer op links. Op een gegeven moment doet dat niet goed aan het vertrouwen ten aanzien van deze initiatiefnemers. Ze communiceren erg onzorgvuldig. In ieder geval niet consistent. Ja, dan hadden we bedacht van nou, we zijn weer terug bij 100% huur. Maar wat we net al concludeerden, dat kan dus morgen ook weer anders zijn. En al met al blijft dat wel een lastig verhaal worden. En wij moeten ook eigenlijk concluderen dat we vanavond daar ook nog geen uitsluitsel over gaan geven. Maar de neiging is om niet al te positief hierop op in te zetten. Tot zover onze tussenbalans. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Raamaker, gemeente Belangen. Ja, voorzitter. Als raad hebben we vaak het verzoek gehad om iets te bouwen voor de ouderen die in een gezamenlijk complex samen ouder willen worden. De zogenaamde 55-groep plusgroep. We hebben meerdere vragen gehad de afgelopen jaren. En ja, nu is het dan toch gekomen tot een project. Op 13 maart 2007 hebben we een viertal technische vragen gesteld. Impressiefoto, ontsluiting en dergelijke. En deze zijn beantwoord. In de besluitenlijst van 27 maart 2017 is een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vastgesteld door ons als raad voor de bouw van 57 appartementen en later nog wat vrijstaande woningen. Gemeentebelangen, CDA en D66 waren voor en de PvdA, CU en de VVD waren tegen. Op 27 september 2017 is het ontwerpbesluit vastgesteld. Nou, daarna zijn twee bedrijven, vier BV's, hebben de zienswijzers ingediend.
in de periode die ter inzage lag van 28 september tot 8 november. En helemaal begrijpelijk voor hun bedrijfsvoeringen. Dat snappen we helemaal. Want als er bezwaren komen, is dat een bedreiging voor hun eigen bedrijfsvoering. En ik heb net wat vragen gesteld. En dat was, had te maken met de huur. Ik heb de wethouder horen zeggen van de eerste 10 jaar is het huur. De communicatie via die telefoon of via het bedrijf, dat loopt niet. Wethouder, ik wil u adviseren om er gewoon langs te gaan en een bakje koffie te doen. En dan spreek je ze in ieder geval. Of je laat ze even terugkomen op het bedrijf als de secretaresse er zit. Zeg van, hier zit volk voor u. Het past volgens de regelgeving. Maar ook die geluidswal van 3 meter, die willen we, wat nu gezegd is, die willen we toch goed afdichten. Daar willen we eerst antwoord op hebben, dat die zo hoog is dat ook die tweede verdieping daar geen last van heeft. Dus misschien kunt u daar nog eens extra naar kijken en de komende 14 dagen gebruiken om zeg maar, bij de initiatiefnemers, maar ook bij de bezwaarmakers om tot een constructief overleg te komen en om eruit te komen. Wij komen in de raadsvergadering hier dan ook. Op terug. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, onder de streep een krappe voldoende en de nodige gemengde gevoelens. Zo vatte ik een paar maanden geleden in, nog het standpunt van de CDA-fractie samen over dit plan. En ja, zoals gezegd vinden we het erg spijtig dat er geen overeenstemming is gevonden met de bedrijven over de bezwaren. Zoals heer Raamaker ook zegt, logisch dat je verweer komt als je het gevoel krijgt dat je bedrijfsvoering, het fundament van een bedrijf, dat het onder druk komt te staan. Communicatie is in dit project dan ook zeker een aandachtspunt, ook gehoord hebbende van de insprekers vanavond. We hechten daarom ook veel waarde aan de uitspraak die de wethouder heeft gedaan over het feit dat de bedrijfsvoering in geen geval in gevaar is of zal komen als zolang volgens de vergunningen wordt gehandeld. En, deze bedrijven moeten kunnen ondernemen volgens hun vergunning. Hè? Daar mag bij niemand twijfel over bestaan. Dat is een belangrijk punt voor ons. Ten aanzien van het zorgaspect maakt de extra toelichting wel het een en ander duidelijk. Flexibiliteit en maatwerk in het aanbieden van zorg vinden we inderdaad goede uitgangspunten. Maar het moet geen opening zijn tot volledig loslaten van het zorgaanbod. Het basisniveau is wat de CDA-fractie betreft dan ook echt de ondergrens. En het blijft dan ook verder ook onduidelijk of en hoeveel extra zorgvraag en daarmee kosten we met deze ontwikkeling eigenlijk naar dal halen. Hè? Ook wat het CU aangeeft over die regiofunctie. Hoe zit dat dan nu? Voor nu rond ik af. Het is volgens de CDA-fractie helaas niet gelukt om van de kleine voldoende in februari nu een ruime voldoende te maken. Ja, ik heb ze vanavond nog niet aangehaald, maar daarbij telt natuurlijk ook die eerdere discussie over de uitstraling van het complex mee. Ja, als we alles positief en negatief gehoord en gelezen hebben, blijven die dubbele gevoelens voor nu bij ons hangen. En ik neem het daarom ook mee terug in de fractie en dan komen we er in de raadsvergadering op terug. En, gaan we het zien. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broeren, blijf naar weg. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal een lang verhaal kort houden. Wij blijven moeite houden met deze ontwikkeling op deze locatie. Want inderdaad, ook even terug naar de geschiedenis. Wij hebben vanaf het begin aangegeven ongelukkig te zijn geweest met de ruimtelijke kwaliteit van dit geheel en de onderbouwing hiervan. Vervolgens zijn wij schoorvoetend akkoord gegaan omdat de ontwikkeling in een belangrijke zorgvraag voor een specifieke groep, en dat wil ik wel even neerzetten dat het een hele specifieke groep is wat ons betreft, want het zijn toch wel bemiddelde mensen met een zorgvraag, zou ik durven zeggen, voorziet. Bij de verkoop van bouwgrond of een nieuwbouwwoning wordt door de gemeente veel... Oh, nu ga ik iets verkeerd doen, want nu ga ik een speculatiebeding uitleggen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ik heb het namelijk al even opgezocht. dus die hebben we in ieder geval klaar liggen. Nee, maar het concept zou uniek zijn. Hè? Dus zo is het voor ons neergezet. En dat is ook de reden geweest waarom wij er toen in ieder geval geen nee tegen hebben gezegd. Hè? Want onze motie is toen aangehouden voor de goede orde. Nu er echt aan alle kanten geschoven wordt binnen het concept, want zo zien wij het toch wel een beetje, houden wij serieuze bedenken bij deze ontwikkelingen. Zeker als de investeerder er zo in zit, zoals het net geschetst is, worden wij niet echt gerust op het vaststellen van dit geheel zonder dat we daar enige waarborg in vaststellen. Want als de investeerder inderdaad vervangen kan worden door een andere investeerder, dat klopt, zo werkt het nou eenmaal.
ik weet ook niet of u überhaupt blij moet zijn met dit soort grote investeerders die dit soort gebouwen zo neerzetten. Dat vind ik sowieso nog wel een puntje van aandacht. Maar als je dit soort partijen dus niet vastlegt op een aantal momenten en een aantal manieren, dan gaan wij met z'n allen daar last van hebben. Zeker de ondernemers. Ik heb daar ook echt geen vertrouwen in, als ik heel eerlijk ben. Maar ook wij als gemeente, gemeenschap, die met elkaar een bepaalde woonbehoefte willen voorzien. In een bepaalde woonbehoefte willen voorzien. En op dit moment is er geen enkele garantie dat dit nu huurwoningen zijn. Over 5 jaar voor de helft koop, over 6 jaar voor het geheel, voor allerlei andere prijzen. Er zit op geen enkele manier op dit moment een waarborg in. Nou, we hebben zojuist een suggestie gedaan hoe we dat eventueel, in ieder geval dat deel wel zouden kunnen afregelen. Maar wij zijn nog zeker niet overtuigd ten opzichte van de vorige keer. Sterker nog, wij hebben wat grotere zorgen gekregen. Dus wij gaan het terugnemen naar de fractie en zullen de volgende keer hier ons oordeel uitspreken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Smalbraak, D66. Ja, lastig dossier. Ik heb het gevoel dat ik van commissielid tot jurist in 1 week tijd een spoedcursus gevolgd heb. Toen ik mij inlas in het dossier, zag ik dat het vanavond zou gaan omdat het van koop weer terugging naar huur. Op zich vind ik dat een mooie ontwikkeling. Huur is daarmee voor iedereen bereikbaar. Koop kunnen alleen degenen die kunnen kopen en huren kan feitelijk iedereen. Mooi voor de regio. Prachtig dat we zoiets kunnen bieden. Maar moet het op die plek? En moet het onder deze voorwaarden? Kan er gekeken worden naar dat kettingbidding, aansluitend eventueel antispeculatiebidding? Al met al, de conclusie ook voor mij is dat ik het terugmeen naar de fractie. Dank u wel, meneer Smalbraak. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, dank u, voorzitter. Slingendaal, dat was op papier een mooi initiatief. Zorg aanbieden voor de meer vermogende ouderen. Want voor ons is en blijft Slingendaal een mooi initiatief op de verkeerde plek met een onduidelijk concept en voor een onduidelijke doelgroep. Daarnaast, en dat vind ik ook wel een heel belangrijk punt, zijn we destijds ook te snel conclusies getrokken door de toenmalige wethouder over dit onderwerp. Laat ik uitleggen wat ik bedoel. Slingendaal ligt op de verkeerde plek. Dat SAOW nu toch terugvalt op huur is wat ons betreft een flinterdunne toezegging die nergens vaststaat. Geen garantie over huur en verhuur, horen we net al. Dus voor ons blijft dat gewoon een heel lastig onderwerp. Daarnaast is het zo, en ik ga nu chargeren, dat weet ik wel, maar zet een stel min of meer vermogende ouderen bij elkaar, die wellicht te veel tijd over hebben, en heb een hele mooie explosieve mix van mensen die zich de hele dag kunnen gaan ergeren aan bedrijfsactiviteiten pal naast hun appartementen. Dat gaat niet goed, daar hoef je niemand uit te leggen. U geeft aan dat het toepassen van het kettingbeding geen zaak is voor de gemeente. Maar volgens ons klopt dat niet, maar we wachten graag het antwoord van de wethouder hierop af. We gaan bij het afgeven van milieuvergunningen niet voor niets uit van richtafstanden waarbinnen bebouwing mogelijk is. Waarom we hier van af willen wijken is ons nog niet duidelijk geworden. We kunnen dat doen binnen de regels, hoor ik, maar toch is dat wel heel erg lastig als je kijkt van hoe dat het 54 meter van gevel tot gevel is. We hebben als raad de verantwoordelijkheid om hier niet van af te wijken, want anders kunnen we net zo goed deze richtafstanden gaan afschaffen. Ter bescherming van de omwonenden en de bedrijven willen we hier ook niet van afwijken. Kijk naar de rechten die omwonenden hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat hier in Dalfsen gebeurd is met de slagerij. Maar zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen in het land waar je ook ziet dat het niet altijd goed gaat. Ook al sta je in je volle recht. Daarnaast is het zo dat de belangen van de ondernemers onvoldoende gewaarborgd zijn. Het lijkt ons toch echt niet verstandig om de huidige locatie aan te houden. Voor ons is dit vragen om problemen. Daarnaast is het zo dat in alle uitingen van SAOW met geen woord wordt gerept over de bedrijven die pal naast de voordeur van de appartementen staan. Ja, een heel klein tekeningetje waar er dan heel kort iets over, of een hele korte kreet bij staat. Maar voor de rest zien we er helemaal niets van terugkomen. De doelgroep waar Slingendaal voor is bedoeld is niet duidelijk. Wat bedoelen we daarmee? Het voorstel wat nu voor ligt voorziet in de zorg tot aan de voordeur. Geen garantie over het concept. De wethouder geeft aan dat het maatwerk is, maar als je daarnaar kijkt is het toch zorg tot aan de voordeur.
In het plan van 2015 zagen we toch echt dat het ging om aanpassingen aan de appartementen die te maken hadden met de aanbieder van zorg. Ik zie dit nu niet meer of niet voldoende terugkomen. Ik kan nergens ontdekken waar nu aanpassingen zijn gedaan om toch zorg te leveren, zoals domotica aanpassingen in de appartementen zelf. Het concept is door het ontbreken van zorg eigenlijk gewoon appartementscomplex geworden, ben ik bang. Immers de voorgestelde zorg kan je overal krijgen. En nou even terug naar het puntje van de toenmalige wethouder. Die heeft in september aangegeven dat Dabeco en Classic Job voldoende overtuigd waren van hun belangen, dat die voldoende matig gewaarborgd waren. Maar nu blijkt is deze conclusie iets te snel getrokken. Dat vind ik wel lastig, omdat ik vind dat we zorgvuldig om moeten gaan met onze burgers en ondernemers. Ik vind dat we hier in de toekomst dus zorgvuldiger mee om willen gaan. Dat wil ik het college meegeven. Nou, daarnaast is er ook veel gezegd over dat de communicatie niet goed was. Daar sluiten we ons ook bij aan. En daarmee kom ik tot de conclusie, voorzitter, dat de VVD niet zal instemmen met de verklaring van geen bedenkingen. Wat ons betreft moet gezocht worden naar een alternatieve locatie en moet deze locatie ingevuld worden volgens het oorspronkelijke plan de woon-werklocaties. Dank u wel, meneer Veldhuis. Daarmee heb ik alle fracties gehoord en de opinies zijn nog niet gedeeld. De VVD is tegen en de overige fracties gaan nog in beraad in hun overleg de komende weken. De wethouder heeft twee toezeggingen gedaan om te onderzoeken, ik zal het er even bij nemen, naar het kettingbeding en naar het antispeculatiebeding. En ik hoop dat u voor de raadsvergadering, wanneer het voorstel voorligt, deze kunt beantwoorden. En er zijn veel woorden gesproken en u heeft ook een aantal kritische noten meegenomen of meegekregen. En ik hoop dat u in het voorstel, zoals het straks naar de raadsvergadering als bespreekstuk, want dat is mijn conclusie, een aantal aanvullingen, dat we die kunnen aantreffen. Dat is de oproep van de raadscommissie. Meneer Raamaker. Ik heb nog een aanvullende vraag op de VVD. Heeft u zicht op welke locaties als dan aan Bartscholing kunnen komen? Meneer Raamaker, ik sla deze vraag over, want we zijn aan het afronden. En dat is niet aan de heer Veldhuis om alternatief. Je mag dat vragen stellen aan een collega. Je mag vragen stellen aan als we aan het debatteren zijn. Maar wij krijgen de vraag van 55-plus groep om ergens wat iets te kunnen bouwen. En u zegt van nou, strip erdoor, maar ik zou graag willen weten, hebt u alternatieven? Dat wil ik best wel beantwoorden. Ik woon zelf aan de GNRS. Daar tegenover staat een weiland. Daar is een weiland waar je volgens mij zo'n locatie prima zou kwijt kunnen. Maar zo zijn er misschien wel meer locaties op te noemen binnen de gemeente. Dank u wel, meneer Veldhuis. En daarmee heb ik de conclusie getrokken dat we het als bespreekstuk naar de raadsvergadering zullen leiden. En daarmee heb ik dit agendapunt 4 behandeld. En wil ik overgaan naar agendapunt 5. Aanpassing garantstelling Dalsen stroomt. Meneer Broer heeft aangegeven de vergadering te zullen verlaten in verband met zijn persoonlijke betrokkenheid bij de voorbereidingen daarbij. En mevrouw Eilert zal namens de Partij van de Arbeidsfractie het woord hierover voeren. Meneer Leeuwen is portefeuillehouder. Meneer Van Rooyen, ik dank u wel voor uw ambtelijke ondersteuning. De aanpassing garantstelling Dalsen stroomt is voorbereidend besluitvormend. Op het knopje rechts kunt u de deur openen. In oktober 2017 heeft de raad zelfs ingestemd met het verlenen van een gemeentegarantie aan Dalsen stroomt. En dat was tot een maximumbedrag van 338.000 euro. En dat was 80% van de externe financiering. En dat was voor het realiseren van een zonnepanelenproject. In de uitwerking is echter nu gebleken dat de aanvankelijk gekozen juridische constructie van het recht van opstal niet mogelijk is. En er is gekozen voor een alternatief. Dit alternatief heeft als gevolg dat de gemeentegarantie verhoogd zou moeten worden naar een maximumbedrag van 420.000 euro. En dat is dan 100% van de externe financiering. Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorgenomen besluit van het college om hiervoor een gemeentegarantie te verstrekken. Ik stel voor in twee ronden te behandelen. Eerst graag uw vragen en daarna hoor ik graag uw opinie. Wie kan ik voor de vragenronde het woord? Mevrouw Rameman.
CDA. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, eind 2017 hebben wij voorliggende voorstel besproken op basis van garantstelling van 80%. Nu ligt hetzelfde plan voor met een garantstelling voor 100%. Tijdens de commissie heb ik ook al deze vraag gesteld. Ik stel hem opnieuw. Waarom kiest het college er niet voor om dit als gemeente zelf te financieren, al dan niet uit een fonds? Dan hebben we zelf de opbrengsten en worden de kosten dus lager. Met name nu ook 100% garant moeten staan. Volgens mij zit er nu, is dat voordeel alleen maar beter. Dus ik hoor graag van de wethouder hoe u daar nu in zit. Dank u wel, mevrouw Rameman. Nog meer vragen, meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. U geeft aan in het raadsvoorstel dat we tegen onverwachte juridische problemen zijn aangelopen. Ik kon even niet uit de stukken halen wat dat was. Misschien heb ik eroverheen gelezen. Dan heb ik nog even de vraag, die 84.000 euro waar het om gaat, die extra, waar komt de dekking vandaan? Hoe gaan we dat organiseren? En de vorige keer dat we dit onderwerp bespraken, hebben wij gevraagd of het niet verstandig is om te komen tot een gemeentelijk garantiebeleid. Kunt u aangeven hoe u hier tegenaan kijkt en is het niet verstandig om hiertoe te komen, zodat we in de toekomst vanuit dit beleid kunnen acteren? Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Smalbraak, D66. Dank u wel. Ik heb gelezen dat onze vrienden van de Triodosbank hier 6.500 euro afsluitprovisie aan overhouden. Ze vragen 2,9% rente, daarnaast bereidstellingsprovisie. En dat zonder risico. Dus mijn vraag is er inderdaad ook gekeken naar alternatieve financiering? Waarbij ik me aansluit bij mevrouw Ramerman. Op het moment dat je een garantie stelt als gemeente is de weg naar een lening niet zo heel groot meer. Dank u wel, meneer Smalbraak. Meneer Dankerman. Dank u, voorzitter. Mooi om te zien dat initiatieven als deze van Dalfsen Stroomt binnen de gemeente Dalfsen kans geslagen heeft. Op basis van het voorliggende raadsvoorstel heb ik de volgende vragen. Wie is de eigenaar van de zonnepanelen wanneer Foreco haar bedrijf verkoopt? En wordt het recht van het plaatsen en of de reeds geplaatste zonnepanelen mee verkocht? En waar wordt het dan geregeld? In aansluiting op wat ik net ook al hoorde, zou het niet verstandig zijn om beleidsregels op te stellen voor garantstellingen die de gemeente verstrekt aan financierders van projecten binnen onze gemeente? Dank u wel, meneer Dankerman. Meneer Veldman, ChristenUnie. Mijn vraag heeft ook betrekking op de garantstelling. Ik heb begrepen dat er in oktober ook toezeggingen zijn gedaan omtrent het beleid voor garantstelling. En ik ben benieuwd ook hoe dat zich, of er inmiddels al kaders zijn en hoe dat zich verhoudt jegens de 100% garantstelling. Dank u wel, meneer Veldman. Meneer Van Leeuwen, een aantal vragen. Wilt u ze beantwoorden? Ja, natuurlijk, voorzitter. Mevrouw Rameman, waarom niet zelf financieren? Een vraag die overigens ook terugkomt bij D66, de heer Smalbraak. Ons treasury-statuut staat dat niet toe. Wij mogen geen leningen aan derden verstrekken. U geeft wel even dat fonds aan. U heeft ook in de stukken kunnen lezen dat dat in de maak is, maar dat dat op dit moment er gewoon niet is en dat we wel verder willen. De bedoeling is, en ik hoop dat we dat redden, ik vermoed dat het niet juni wordt, maar dat het eerder september gaat worden, dat er een voorstel daarover in de Raad gaat komen. Maar het Treasury-instituut staat het op dit moment niet toe. En het is dus onderzocht om dat inderdaad ook anders te doen. Meneer Veldhuis, onverwachte juridische problemen. Ja, de eigenaar van het geheel zijn de landgoedrechteren. Die vindt het prima dat dit plaatsvindt, maar het is nog wat anders om daar een overeenkomst op te sluiten. De feitelijke, degene die het genot heeft, Foreco, was van mening dat daar gewoon een recht van opstal gevestigd kon worden. Dat bleek dus niet te kunnen, omdat rechteren daar iets anders tegenaan keken. Wat er nu gebeurt is dat beide partijen met elkaar overeenkomen dat de panelen die blijven eigendom van Groen Geboog, Dalfsen Stroomt. En daar wordt een aparte akte over opgesteld. Ook in die akte moet geregeld worden dat bij verkoop, eventuele verkoop van het bedrijf Foreco, dat
voor een periode van 15 jaar, tweemaal met 5 jaar te verlengen, er een verbintenis wordt aangegaan in zaken de verhuurbeschikbaarstelling van het dak. Dus dat moet apart afgedekt worden en dat zal ook gaan gebeuren. 3 keer de vraag over het opstellen van beleidsregels. Ja, terecht dat de heer Veldman zegt, kijk, daar heeft volgens ons, nou of het een toezegging was, dus weet ik niet, maar ik heb in september, oktober inderdaad gezegd dat het mij verstandig lijkt dat we hier beleidsregels over gaan opstellen. Dat is niet alleen hierover, want er zijn meer aanvragen over garantiestellingen. Op dit moment wordt daar hard aan gewerkt door de afdeling Financiën om dat op te stellen. Want ja, ik denk dat het heel goed is als wij daar duidelijke beleidsregels over hebben, zodat we daar aan kunnen toetsen. Dus dat ben ik met u eens. Volgens mij heb ik zo in grote lijnen de antwoorden al gegeven. De dekking nog? Ja, dat is een bijzondere vraag, want die staat niet ter discussie, omdat het opgenomen wordt in de balans. En het is een verplichting die wij op moeten nemen om de balans. Heeft u al een keer eerder, hebben we het al een keer eerder over gehad, maar dat geeft niet. Het is niet uw dagelijks werk, mijne wel. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Volgens mij zijn de vragen beantwoord. Zijn er nog aanvullende vragen? Rechts van mij, meneer Smalbraak, D66. Dank u wel, voorzitter. Even een verduidelijkende vraag. Dat Treasury rapport, dat is van de gemeente Dalfsen zelf? Of is dat een gelijkwaardige als landelijk? Want landelijk is er namelijk wel vastgesteld, zodra je een bankgarantie stelt, dat je dan ook een lening mag stellen. Maar dat is een eigen Treasury rapport van Dalfsen. Ja, Dalfsen heeft een eigen Treasury statuut. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Ja, ik ben blij dat we straks volgens mij hierna de cursus gemeentefinanciën hebben. Dan zal het daarna wel goed gaan komen, denk ik. Toch heb ik nog even een vraag. Dat gaat over die beleidsregels waar u het over had. Er wordt hard aan gewerkt door de afdeling Financiën. Kunt u aangeven wanneer we dat kunnen verwachten? Is daar iets van bekend? Of kunt u dat misschien later aangeven? Er hoeft nu nog geen antwoord te zijn. Ik hoor het graag even. Dat vind ik lastig om daar nu een hele harde uitspraak over te doen, omdat ze inmiddels alweer hard begonnen zijn met het opstellen van de perspectiefnota. Ik zat even het voorjaarsnota nog, maar perspectiefnota op te stellen. En de jaarrekening van 2017, die is in concept klaar. Dus er ligt momenteel vrij hoge werkdruk bij die afdeling. Ik ga met ze in overleg en u krijgt daar schriftelijk antwoord op. Meneer Veldhuis, ik noteer de toezegging dat er schriftelijk gereageerd ook wordt wanneer de beleidsregels, hoe noemen we het zo mooi, over garantiestellingen naar de raadscommissie komen als voorstel. Mag ik uw opinie horen? Ook mevrouw Rameman heeft nog een aanvullende vraag. Neem u kwalijk. Ja, nog even door op het, dank u wel voorzitter trouwens, nog even door op het treasury-statuut. Kunnen wij daar als raad niet gemotiveerd op afwijken? Door middel van bijvoorbeeld een amendement? Het is misschien een technische vraag nu, dat snap ik. Maar... Nee, het is een gewetensvraag en ik heb geen antwoord daarop, dus dat moet ik onderzoeken. Nou, nog een toe. Ik weet niet, hij moet het onderzoeken, maar doet hij dat ook? Zou u dat willen onderzoeken? En nee, als ik dat tegen u zeg, mevrouw Rameman, dan doe ik dat ook. Geweldig, dank u. Dank u wel, meneer Van Leeuwen en mevrouw Rameman. Wie kan ik het woord geven voor de opinie? Mevrouw Eilert, Partij van de Arbeid. Ja, fijn, dank u wel, voorzitter. Eerst even vooraf van, we hadden zelf geen vragen, maar we hebben wel met belangstelling de vragen gehoord. En eerlijkheidshalve moet het ons van het hart dat de CDA-fractie ons een beetje verraste met de vragen over van of de gemeente het nu kan overnemen als het aan hun fractie ligt. Een beetje merkwaardig lijkt, komt dat bij ons over in de eerste instantie van Dalfsen Stroom doet het werk en de gemeente neemt het over. Ik kan het niet helemaal vatten, maar... Vierde voorzitter, mevrouw Rameman, mag u reageren? Wil ik even op reageren. Alleen de financiering, dus of nou de Triodosbank financiert of de gemeente, maakt voor het hele traject verder niet meer uit, denk ik. Dus dat is mijn vraag. Niet het project overnemen, dat laat ik graag bij Groen Gebol. Oké, dank u wel. Maar ook de financiering overnemen is in eerste instantie niet wat wij beogen, want dan ga je inderdaad geld uitgeven. En wij houden dat liever beschikbaar voor... om op andere manieren
te besteden. Dus met een garantstelling geef je het niet uit. Dat even naar aanleiding van de vragen, dan inhoudelijk. We vinden het een erg mooi project, dat was de vorige keer ook al door onze fractie aangegeven. Het is vanuit de samenleving ontstaan. En ja, zo zien we dat ook graag met elkaar. En het verdient ook onze complimenten, vinden wij. Het past in het duurzaamheidsbeleid. Verder zijn we blij, en die complimenten willen we richting wethouder college toch geven, dat er niet voor gekozen is voor het alternatief om de eigen bijdrage te verhogen. Dus daarmee blijft het dan ook beschikbaar, toegankelijk voor de wat lagere inkomens. Voorzitter, ik kan kort gaan, wij gaan akkoord en we hopen dat het project zo snel mogelijk ter uitvoering kan worden gebracht, want het heeft al eventjes geduurd. Dus wat ons betreft geen enkele vertraging meer van alle onderzoeken mogelijk. Het spijt van of ze komen snel. Maar in ieder geval, groen gebogen, Dalfs stroomt, moet snel aan de slag kunnen. Dank u wel, mevrouw Eilerts, voor uw opinie. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Het CDA-fractie pleit al enkele jaren voor duurzaamheidsinitiatieven binnen onze gemeente. Dit initiatief willen wij dan ook zeker steunen. Een initiatief van inwoners voor inwoners. Dat ook inwoners met lagere inkomens mee kunnen doen aan dit initiatief past bij CDA-gedachte. Iedereen doet mee. Het is fijn dat onze inwoners in de gelegenheid worden gesteld om een bijdrage te leveren aan een duurzaam Dalfsen. Het financiële voordeel is dan ook een win-win situatie. Alleen, misschien is er de mogelijkheid om die financiële voordeel nog groter te maken. Vandaar onze vraag. Dus wij zijn zeker voornemens voor dit voorstel. Alleen, wij zitten wel te zoeken van ja, kan dit op een betere manier? En daar wil ik nog graag een antwoord op hebben voor de volgende raadsvergadering als dat kan. Dus ik neem nog even mee terug naar de fractie. Dank u wel, mevrouw Rameman. Wie kan ik? Meneer Veldman, ChristenUnie. Ik heb vandaag nog even teruggekeken dat het in oktober was dat mijn voorganger Anne Nijburg positief was over dit voorstel. En dat zijn we nog steeds. We ondersteunen duurzame maatregelen als ChristenUnie. En het is uitermate mooi als dat ook vanuit onze inwoners komt. En dat vinden we, net zoals mijn voorgaande sprekers, heel erg belangrijk. ChristenUnie is daarom ook heel erg positief over dit voorstel. Dank u wel, meneer Veldman. Meneer Ankelman, gemeentebelang. Dank u, voorzitter. Als gemeentebelangen blijven initiatieven vanuit en gedragen door de inwoners van grote waarde vinden voor onze gemeente. Hier wij als gemeente kunnen ondersteunen en al faciliteren, dragen wij een warm hart toe. We zien de raadsvergadering over dit raadsvoorstel dan ook met vertrouwen tegemoet. En daarmee zegt u dat u akkoord bent. Dank u wel, meneer Dankerman. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, dank u, voorzitter. Ja, het is een prima project. We waren destijds ook al akkoord. Het sluit mooi aan bij onze duurzaamheidsdoelstellingen. En ook wat net ook al gezegd is, het is een initiatief wat vanuit de samenleving komt. Dus daar kunnen we alleen maar positief over zijn. Wel even ten aanzien van de opmerking die het CDA gemaakt heeft. Ja, ik vind het een beetje een lastige. De vraag is of we als gemeente dit zelf moeten gaan financieren. Gaan we als gemeente dan geen ondernemer spelen? Daar ben ik een beetje bang voor dat we dat gaan doen. En dat zou eigenlijk geen taak moeten zijn van de gemeente. Dus dat vind ik wel een moeilijke. Maar goed, we wachten het antwoord af. En misschien heeft de wethouder er ook nog wel een mening over. Voor de rest, ja, het garantiebeleid, daar hopen wij echt op. We zijn blij dat we straks in ieder geval antwoord gaan krijgen. En dat de wethouder schriftelijk terugkomt op wanneer we dat beleid kunnen verwachten. En verder gaan we akkoord. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Smalbraak, D66. Dank u wel. Het mag omdat het een publieke zaak dient. En dat hebben we in het verleden ook met Essent en dergelijke gedaan. Maar goed, dat is niet aan mij om daar antwoord op te geven. Fantastisch initiatief. Een vorm van burgerparticipatie op het dak, daar waar het hoort. Als het goedkoper kan, fijn. Maar sowieso voorstander. Dank u wel, meneer Smalbraak. Wilt u nog reageren, meneer Van Leeuwen? Ja, even op de heer Veldhuis en in zijn algemeenheid. Het is niet zozeer dat wij dan ondernemer zouden gaan spelen. Het is een publieke zaak en dat wordt door uw buurman net ook al aangegeven. Wij zijn ook aandeelhouder bij Enexis, bij Vitens. En
Het zou interessant kunnen zijn om de aandelen in Nexis te verkopen. Daar krijgen we iets van een 3,5% rente op, of althans resultaat. En die te steken in een windmolen van Nieuw-Leuzen Synergie en daar 7% van te maken. Ik noem maar even wat, of een park op zee. Dat zou best, een van uw voorgangers van de VVD heeft daarvoor gepleit om een windpark op zee, om daarin te gaan investeren. Natuurlijk komen we dan hier in de Raad terug met dergelijke voorstellen. Maar ik zie niet in waarom we dat als gemeente niet zouden mogen doen. Dat even als reactie hierop. Ja? Dank u wel, meneer Van Leeuwen. En daarmee concludeer ik dat behoudens de CDA-fractie alle fracties akkoord gaan. Heeft u voldoende aan de stemverklaring, mevrouw Ramerman, bij de raadsvergadering? Ja? Dan concludeer ik dit als bespreekstuk na de raadsvergadering van eind april. Pardon voor deze verspreking. Als hamerstuk. Heel goed. Na de vergadering van eind april toe te leiden. En daarmee heb ik dit onderwerp voldoende behandeld. Ik wil nog even de toezegging die meneer Van Leeuwen heeft gedaan. Beleidsregels, grondstelling. Wanneer zult u nog informeren? En onderzoek bij afwijking. Ja, dank u wel. En daarmee heb ik dit agendapunt voldoende behandeld. En ga ik naar punt 6, de sluiting. Ik dank u allen hartelijk voor deze avond, voor uw inbreng. En wens u een fijne avond voor de raadscommissie. We drinken eerst een kopje koffie en gaan dan verder met de cursus financiën. Om 9:15 gaan we hervatten. En de cursus is hier. Dank u wel.